De aandacht voor de oorlog lijkt te verslappen, terwijl het ernaar uitziet dat het conflict nog jaren gaat duren. En daarom is het interessant om te kijken naar wat nou zijn nou de belangrijkste lessen van het afgelopen halfjaar. En dat ga ik deze week doen met 5 kopstukken, elk vanuit hun eigen expertise. En we gaan samen kijken wat gebeurt er nu op het strijdtoneel, welk machtsspel wordt er gespeeld en wat voor impact zal de oorlog op ons hebben de komende tijd. Vandaag doe ik dat met Arend-Jan Boekenstein. Hij is historicus, voormalig VVD-politicus, docent aan de Universiteit Utrecht. Maar ik hoef je eigenlijk helemaal niet meer aan te kondigen op deze zender, want je bent natuurlijk het bekende stemgeluid van de populaire podcast Boekenstein en de Wijk. Arend-Jan, fijn dat je er bent. Graag, ik vind het leuk om hier te zijn. En je bent vaker bij ons geweest, hè? Ik ga het natuurlijk met jou hebben over de lessen die we kunnen leren over een ruim een half jaar oorlog in Oekraïne. Maar voordat ik dat ga doen, want we gaan straks al die lessen af, maar als je nou kijkt naar het afgelopen half jaar, wat is dan echt de belangrijkste ontwikkeling geweest? Nou ja, de belangrijkste ontwikkeling is misschien wel dat... Je mag misschien ietsje je microfoon omhoog zetten. Ja. Dat Poetin toch echt... een enorme fout heeft gemaakt om te denken dat hij zomaar Kiev kon veroveren. Dus toch wel, hij is daar de hoofdverantwoordelijke van. En dat is gewoon niet gelukt. Dat is gewoon niet gelukt. En dat betekent dus dat die man nog wel helemaal op zijn qui vive. Hè? Dus dat betekent, ja, en nu zit hij in de val, nu heeft hij een groot probleem. Het is helemaal niet zeker of hij hier goed uit gaat komen. En hij vecht nu voor zijn leven, want als hij dit zou verliezen... we moeten straks maar definiëren wat winnen en verliezen betekent. Graag, ja. Maar dan zit hij wel hartstikke knel natuurlijk, hè? Ja, het is echt een padstelling ook waar we in zitten. En ik weet dat jij er grote zorgen ook over maakt. En daar gaan we het uitgebreider over hebben straks. Ik begon eigenlijk mijn intro. Het lijkt alsof onze aandacht een beetje verslapt. Merk jij dat ook? Ik merkte dat bijvoorbeeld Gwenda Nielis, zij is voormalig luitenant-kolonel, daar sprak ik maandag mee. Zij ziet op sociale media dat een en ander verslapt qua aandacht. Je ziet natuurlijk bij de kranten ook dat het een beetje op de achtergrond verdwijnt. Wat zie jij? Ik zie dat het weer een beetje terugkomt, omdat er eindelijk sinds april weer wat beweging in het front zit. Hè? Ik kijk altijd een beetje naar de grote internationale kranten, en daar zie ik toch wel weer dat het... Nou, niet naar pagina 1, maar wel meer stukken per dag, om het zo maar dan te formuleren. Ja, er is natuurlijk gewoon, er zijn kansen dat dat gaat verschuiven nu. En dat is altijd uitnodigend om daar verhalen over te maken. Ja, kansen om dat het gaat verschuiven, denk je dat? Nou, kijk, weet je, het is een lang verhaal, maar in de eerste plaats moet ik tegen je zeggen, we weten het niet goed. Ja. Hè? Het is, wat wij doen is niet wetenschap bedrijven. Nee. We hebben allemaal flartstukjes en die proberen moeten we dan te checken. Dat we niet te veel speculeren. Nou. Ja. Maar je kunt een scenario schetsen en je kunt ook een argument opbouwen. En een daarvan is dus bijvoorbeeld dat de Russische krijgsmacht is toch valt erg tegen. Ja? We hebben ons een beetje laten misleiden door de enorme kracht van de Amerikaanse krijgsmacht in de Golfoorlog, weet je, met die lightning attacks en zo. Dat kunnen de Russen allemaal niet. We hebben ook ons vergist in het feit dat in de Russische krijgsmacht zelf ook allemaal vreselijke dingen gebeuren. Er worden generaals ontslagen, de minister van Defensie is aan de kant gezet. Poetin stuurt nu zelf zijn generaals aan. Dat is meestal een heel slecht teken in de geschiedenis als hij dat gaat doen. En verder is het zo dat de Russische verliezen zijn groot. Hè. Pentagon zegt dat er zo 70 tot 80.000 van de 200.000 zijn gewond of overleden, om het zo maar eens te zeggen. Dat betekent dat ze niet zo'n groot leger over hebben. Nou, hij durft niet te gaan mobiliseren, omdat hij bang is dat er dan een opstand... Poetin. Ja, Poetin. Ja. Nou, dan kijken we naar de Oekraïnse kant. Daar zijn ook grote verliezen, maar die zijn lager dan die 80.000 van de Russen. Ze hebben wel gemobiliseerd. Ze hebben 400.000 reserves, hebben ze. Nou ja, met andere woorden, als je nou heel erg positief optimistisch kijkt, als wij nou heel veel soldaten zouden gaan trainen, en ik zou er ook een pleidooi voor houden dat we dat echt veel meer doen, en wegsturen nog meer wapens, dan hebben we echt een kans. Het kan dus, oké, nou dat is ook goed om te horen, dat er ook een soort positieve gamechanger kan komen. Laten we dat zo meteen verder uitdiepen. Ik denk dat het toch ook mooi is om hier ook een beetje een... net zoals met Bernard gisteren, een geschiedenisles te maken. En zeker met jou, je bent historicus. Ja. En misschien is het daarin mooi om iets actueels te pakken wat ook iets zegt over de historie, namelijk Gorbachev is overleden. Ja. Het nieuws wat gisteren naar buiten is gekomen. Hij is natuurlijk de laatste leider geweest van de Sovjet-Unie.
Hoe zou hij naar dit hele moment hebben gekeken? Dat weten we. Hij heeft zich uitgelaten over de Oekraïne-oorlog. Was daar helemaal kapot van. Hij vond het afschuwelijk wat er gebeurde. Kijk, Gorbatsjov is voor velen een heel controversiële figuur. Hè? Mensen die in Kazachstan of Azerbeidzjan wonen zijn hartstikke tegen Gorbatsjov, omdat hij zo repressief daar is geweest. Maar ja, als je dat met Poetin vergelijkt, zou ik toch zeggen, dat lijkt me toch een veel betere man dan je. Kijk, de tragiek van Gorbatsjov is dit. Hij was jarenlang in die partij. Zag met zijn eigen ogen hoe onvoorstelbaar slecht Rusland ervoor zat. Hij zat met name landbouw zat hij. En hij zag corruptie overal, reisde het hele land door. En hij komt tot de conclusie, wij zullen het systeem moeten hervormen, anders kunnen we die wapenwedloop met de Amerikanen niet volhouden. Hij hoopte daarmee de communistische partij te redden. Mm-hmm. En dus dat hoopte hij wel. Maar hij begreep dus niet van tevoren, maar dat kan je hem ook moeilijk verwijten, dat als je probeert het communistische systeem te veranderen, dan betekent dat ook dat Rusland uit elkaar valt. En de Sovjet-Unie. En dat is dus ook wat er gebeurd is. Ja, want als je dat eigenlijk zijn gedachtegoed en ja, wat er niet gelukt is bij hem, nu koppelt aan waar we nu staan, kan je daar dingen uit leren? Gorbatsjov is uniek, hè? Grote mogendheden geven niet zomaar vrijwillig hun macht op. Dat komt in de geschiedenis bijna nooit voor. Daar moet voor gevochten worden. Hè? Mm-hmm. En Gorbatsjov heeft dat het wel gedaan. Hij heeft ingezien dat het grote rijk, heeft Oost-Duitsland, heeft die vrijheid gegeven. Je kent het verhaal, hè? Dus hij heeft vrijwillig besloten om het rijk te laten krimpen, zou je kunnen zeggen. Hij hoopte wel dat hij het vast kon houden, maar dat was. Hij was een tovenaarsleerling. En dat werd hem ook ontzettend kwalijk genomen. En de geschiedenis leert ons dan ook dat mensen als Poetin vinden dat de grootste geopolitieke catastrofe, hè, van de 20e eeuw, wat Gorbatsjov heeft gedaan. En dat heeft dus ook de kiemen gezaaid, hè, voor het huidige nationalisme. We moeten dat terug hebben, revanchisme. Hè. Het herstellen van het Russische Rijk. Ja, precies. Je kan natuurlijk niet zomaar alles opgeven. Maar ja, Gorbatsjov had wel een punt. Het systeem was niet in staat om zo'n hoge arbeidsproductiviteit te bereiken en zoveel innovatie als het westerse systeem. En de openheid die hij voorstond natuurlijk, die is er niet meer. Die is er niet meer. Die is behoorlijk geslonken. Met andere woorden, nu heb je Kafkaeske situaties in Rusland, waarbij een of andere generaal zit dan voor Poetin, die een beetje zuur hem zit aan te kijken. En die vertelt dan wat er allemaal gebeurd is. En die doet het nogal met een roze bril op. En Poetin die antwoordt eigenlijk helemaal niet. Er zijn geen checks en balances meer. Hè. Het mooie van een open systeem is dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, het gaat helemaal niet goed. Mm-hmm. Die durven dat dan ook te zeggen. Als je nu alleen al het woord oorlog noemt, dan, ja, dan ga je al de bak in. Dus het is een heel eng, vernauwd, myopic, bijziend systeem geworden. En als je dat dan beziet en ook ziet dat het toch allemaal voor beide partijen gewoon een beetje tegenvalt waar we nu staan. Iedereen had dat denk ik iets anders ingeschat van tevoren, ook het Westen overigens. In wat voor positie verkeert Poetin nu op dit moment? Ook met een defensieminister die eigenlijk op een zijspoor is gezet? Poetin zit in grote problemen. Laten we ze systematisch in kaart brengen. Hij durft niet te mobiliseren omdat hij bang is voor een opstand. Want dan moet hij namelijk ook de jongens van Moskou en Leningrad doen. Ja, dat wordt een probleem natuurlijk. Hè? Dus hij probeert dan met heel veel geld nog mensen te overhalen om soldaat te worden. Maar die worden nauwelijks getraind. En hij heeft er nog maar, nou, de helft van zijn leger heeft hij nog maar sinds die operatie in Kiev. Hè? Nou, dat is natuurlijk vreselijk. Dat zit vast. Wat kan hij nou nog doen? Hij kan toch de gok nemen om te mobiliseren, maar dan kan het hele systeem met elkaar lazeren. Eigenlijk heeft hij nog maar één kaart. En dat is dat hopen dat het Westen gaat wankelen. Dat er dus mensen in het Westen zijn, ja, we willen niet meer zoveel geld in al die raketten stoppen. Maar Phillips O'Brien legt dat heel mooi uit. Dat vind ik een fantastische expert. En die zegt van, ja, maar eigenlijk, kijk, Frankrijk en Duitsland zijn natuurlijk altijd wiebelig hier met de steun, hè? Maar ze doen er eigenlijk niet zoveel toe. Want Duitsland heeft niet zoveel wapens gegeven. Dus je moet kijken naar Amerika, Engeland, Scandinavië en de Oost-Europese. Ja, en Amerika heeft heel veel geld gegeven weer onlangs.
Met andere woorden, als mocht Frankrijk en Duitsland wobbly, wiebelig worden, hè, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat de wapenleverantie gaat stokken. Dus die ene kaart eigenlijk die hij heeft, is ook onzeker. Die is ook onzeker, ja. En heel klein. En dan zijn we vervolgens, hij kan een nucleair wapen gaan inzetten. Maar ja, dat betekent natuurlijk weer dat die fallout gaat ook naar Rusland toe. En ook naar zijn eigen krijgsmacht. En bovendien, hij heeft al zoveel kansen gehad om die nucleaire kaart, en hij is ervoor teruggedeinsd. Waarom zou hij het nu wel doen? Met andere woorden, het ziet er niet zo goed uit voor Poetin.